Hoe ziet het leven na de zaak eruit? Een serie interviews met en over ondernemers die hun zaak hebben verkocht. Over alle ups en downs en dingen die ze volgende keer anders zouden doen. Ik zit hier met Janneke Niessen, die haar bedrijf Improve Digital verkocht in 2013. Janneke, van harte welkom. Wat deed Improve Digital? We hadden een technologie voor uitgevers en media-owners om hun advertentieverkoop te optimaliseren. Online? Ja. Oké, dus banners en buttons? Onder andere. Wat nog meer dan? Nou, je hebt heel veel varianten. Ja, oké. Maar het is advertising. En, dat, ja. En jullie software, dat is een soort bid-systeem, toch? Ja, real-time bidding. Ja? En je kon dus het hele proces automatiseren. De kopers van die advertentieruimte hadden ook technologie. En die sprak dan, die spraken met elkaar. En de machines die gingen met elkaar bieden? Ja. Oh, ja, een soort veiling die door computers wordt gedaan. Ja. Dus dat is allemaal al begonnen. Dus mensen die denken dat dit toekomstmuziek is, dat rijdt al jaren. Het is al oud. Ja, het is al oud. Oud nieuws. En ja, behoorlijk oud nieuws. Want we praten inmiddels al een aantal jaren geleden. En hoe kwam je daarbij? Ik had daarvoor ook een bedrijf gehad in online advertising. Meer de service kant. En toen raakte ik in gesprek met Joelle Freiters. Ja. En wij dachten, die uitgevers die kunnen eigenlijk veel meer doen dan wat ze nu doen. Veel meer de regie zelf in handen nemen. Ad networks waren toen heel groot. Ja. En wij wilden ze eigenlijk daarmee helpen. En toen hadden we in eerste instantie een ad network optimizer gebouwd. En die wereld die ontwikkelde zich. En dat werd real-time bidding. En voor je het weet heb je een enorm techbedrijf. Want had je niet de opzet om er een techbedrijf van te maken toen je het startte? Nee, in eerste instantie deden wij consultancy. En toen hadden we eigenlijk al vrij snel zoiets van, dit schaalt niet. Nee, dat is uurtje factuurtje. Ja, en die technologie die er is, die vinden wij ook niet goed genoeg. Dus we gaan het zelf bouwen. Ja, zo ontstaat veel technologie, hè? Ja. Uit frustratie dat wat er is niet goed is. Ja. En toen kun je zelf coden ook? Ben je zelf gaan? Of heb je toen slimme mannetjes en vrouwtjes aangeschaft? Ik ben een product persoon. Ja, ja. Dus ik zit heel erg tussen sales en de engineers en eigenlijk iedereen in. En ik weet heel goed wat de technologie kan. Dus ik kan wel heel erg bedenken wat ik wil. Ja, ja. En dan iemand anders voert het uit. En was dat in een tijd dat je genoeg mensen kon vinden ook om dat te doen? Nee, dat was toen ook al heel moeilijk. En nog steeds? Ja, ja. Het wordt alleen maar moeilijker, want komt steeds meer vraag naar. Dus. Ja, precies. Ja. Toen ging je groeien als bedrijf. En wanneer komt er dan een moment dat je aan verkoop denkt? Of hoe werkt dat bij jou? Nooit. Niet? Nee. Was geen plan? Nee. Nee, we waren eigenlijk op zoek naar funding. Wij opereerden in een markt met alleen maar Amerikaanse concurrenten die sowieso al 10 keer meer funding hadden dan wij. Ja. Dus wij deden alles gewoon heel slim. Maar je moet nieuwe dingen blijven toevoegen, blijven ontwikkelen om relevant te blijven. Dus wij zochten nieuwe funding. Om te schalen? Ja, verder te schalen. Ja. En toen kwam er eigenlijk een partij langs die en wilde investeren en ons wilde overnemen. En toen was het ook de Griekenland-crisis. Dus geld was ook niet het allermakkelijkste voorhanden. Toen vonden we dat eigenlijk wel een goed idee. Hoe groot waren jullie in termen van omzet of mensen? Of weet je dat nog in die tijd? Pak een beet. Ik denk dat we met een mannetje of 75, 80 waren. Oké. 100 miljoen omzet. Oké. Zoiets. Ja. Nee, voor de duidelijkheid. Ja. Ja, dus je had ook wel wat te verkopen. Ja. En jullie draaiden winst? Of niet? Nee, maar wel bewust niet. Ja, precies. Omdat wij gewoon heel veel investeren. In de groei zaten. Ja, in nieuwe landen, in de technologie. Maar potentieel heel veel. Zeg maar in de gevestigde landen voor ons waren we wel winstgevend. En dat waren dat welke landen waren? Ja, Nederland bijvoorbeeld en de Nordics. En dan draai je ook meteen zeer gezonde marges waarschijnlijk. Nou, die marges waren goed, maar zeer gezond. Het is een hele competitieve markt. Ja, oké. Dus massa's kassa, dus gewoon schaalgroot. Schaal, ja. En vandaar die move. Ja. En wat was dat voor een partij die op bezoek kwam? Een Zwitserse bedrijf. En die kwamen heel erg uit de oude mediahoek. En die moesten heel erg vernieuwen. Dus wij waren hun vernieuwing, hun toekomst. De innovatieve tak die eraan toe werd gevoegd. Ja, en uiteindelijk zijn zij een paar jaar later overgenomen door een ander Zwitsers bedrijf, Swisscom. Oké. Ook geen kleintje. Nee. En wanneer is dan het eerste moment dat je met Joël nog in dat geval, jouw partner, hè? Jouw zakenpartner, dat je dan s'avonds zit van, oké, ze willen ons overnemen. Ja. En dan?
Ja, weet je, dat, ja, dat gaat allemaal geleidelijk. En dan denk je van, oké, wat is het beste voor het bedrijf? En is dit een goed idee of niet? Want voor ons was het wel heel gunstig om een hele grote speler achter ons te hebben. Mm-hmm. En dan gaat dat eigenlijk in die gesprekken vrij snel. Hoe lang duurt zo'n traject? Of hoe lang heeft in jullie case het traject vanaf de initiële contact tot en met de deal? Ja, ik denk een half jaar. Is dat... Dat is vrij snel. Ja, hè? Ja. En ondertussen draaide de winkel gewoon door. Ja. En dat vind ik altijd wel het lastige met fundraising. Want het kost gewoon heel veel tijd. Hmm. Dus dat heeft hoe dan ook wel impact op je lopende business. Ja, ja. Maar uiteindelijk was het geen fundraising meer. Maar we hadden gewoon een gesprek over van... Ja. Hey, we willen die hele... Maar goed, zoiets kan op het laatste moment ook nog niet doorgaan. Dus je moet wel... Gewoon doorgaan met wat je... Het is twee sporen beleid. Ja. En dat moet je weer niet zo lang, dat wil je niet lang hebben dan. Nee. En ook intern, weet je... Je kunt niet iedereen precies alles vertellen. Dus je wil eigenlijk dat gewoon snel allemaal geregeld is. Zodat je gewoon weer kunt focussen op de business. En wat hield de verkoop uiteindelijk in? Kochten ze alles en ging jij de payroll of hoe werkte dat dan? Nee, we hadden nog een klein deel hadden wij zelf. En we hadden ook bedongen dat zolang dat het geval was... dat wij ook gewoon bijna alles zelf konden bepalen. Dat wij zelf konden het bedrijf konden blijven sturen zodat we dat deden. Het moment dat je dan een werknemerscontract moet tekenen is wel heel pijnlijk. Want? Ja, je bent ondernemer. Ja, en dat had je altijd al willen worden. Ja. En dan ben je het niet meer. Nee, ja, dat is het dus. Je bent het nog steeds wel. Tenminste, er veranderde in eerste instantie helemaal niks. Omdat wij gewoon met dezelfde mensen op afstand het bedrijf bleven draaien zoals ze dat altijd deden. En we hadden gewoon budgetten en normaal moet je ook verantwoording afleggen aan je aandeelhouders. En dat veranderde niet. Dus in die zin bleef dat zo. Pas eigenlijk het moment dat ik voelde... nu ben ik geen ondernemer meer. Toen ben ik ook wel vrij snel vertrokken. En wat voor tijdsbestek heb je het dan over? We zijn toch nog wel 4 jaar gebleven. En dat iedereen ook op iedere netwerkborrel en feestje vroeg van... wanneer gaan jullie? Hoe lang moeten jullie nog? Ja. Maar zo zaten wij er helemaal niet in. Mm. Maar uiteindelijk had je de hele tent verkocht. En na 4 jaar had je iets van, nou is mijn rol uit. Want je bent zelf, want je bedrijf was verkocht... maar je was daarmee ook zelf vermogend geworden, voor de duidelijkheid. Ja. Ja, dus je had er gewoon geld op je bankrekening zelf als Janneke zijnde. Ja, dus dat is echt precies 1 dag leuk. Ja? Ja. En wat heb je die ene dag gedaan? Ja, ook niks bijzonders, maar op het moment dat je dat... Heb je een dikke auto gekocht of zoiets, of een huis? Nee, daar had ik eigenlijk al een mooie auto van ik. Heb je niks geks gedaan? Toen je het op er is toch een moment dat het op je bankrekening wordt gestort? Ja, en dan kijk je en dan denk je, oh, wow. Ja, een heleboel nullen. Ja, dat is leuk. Ja? Maar de volgende dag gaat het leven gewoon weer door. En niemand stapt uit zijn bed omdat er een leuk bedrag op zijn bankrekening staat. Dat is toch om andere dingen te doen. Ja, ja. Dus dat moment van, oh, wow, dat duurt echt heel kort. Ja? Ja. Maar dat was er wel even. Ja, tuurlijk. Ja, het is natuurlijk wel echt heel... gaaf dat iemand dat jij iets bouwt waar iemand zoveel interesse in heeft en dat wil kopen. Maar hoe reageerde bijvoorbeeld je naast je zeg maar familie, vrienden? Hoe reageerden die daarop? Het is niet dat je daar een nieuwsbericht over uitstuurt of zo van wow, kijk, nee, ja, mensen vinden dat heel tof, maar als je er zelf geen big thing van maakt, doet niemand dat. Nee, maar mensen wisten wel dat jij in 1 keer gewoon heel veel geld had. Ja, maar dus ik had eerder ook al een bedrijf verkocht. Dus dat was niet heel veel nieuws. Oké, dus je had al geld. Ja. En als je terugkijkt naar de eerste keer dat dan gebeurde... verandert er dan veel? Nee, want omdat ik zelf ook... misschien denken andere mensen daar anders over. Maar ik vind zelf dat ik niet heel erg veranderd ben toen. Ik heb het eerste jaar ook... toen heb ik wel een auto gekocht. Ja. Maar het eerste jaar heb ik ook überhaupt niks met dat geld gedaan. Omdat je echt denkt, wat moet ik eigenlijk hiermee? Nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen anders naar je met je omgaan. Sommigen wel, ja. En hoe ga jij daar dan mee om? Sommigen die verdwijnen dan uit je leven, zeg maar. Niet natuurlijk, maar... Nee. Ja, weet je, ik ben gewoon nog steeds ik. En als mensen daar heel raar om gaan doen en alleen nog maar bezig zijn met geld... daar heb ik echt helemaal niks mee. Nee, dus dan verdwijnen die uit beeld. Ja. Dus er zijn een aantal mensen uit beeld verdwenen daardoor. Ja. Maar dat is niet erg. Nee, dat gebeurt altijd wel, denk ik. Als je gewoon je leven leidt, dan
je groeit soms uit elkaar. En welke reden dat dan ook is. Nee, het is niet dat je hele dierbare mensen hierdoor verloren hebt of zoiets dramatisch? Of nee. 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 En toen jij na een aantal jaren zei, nu stap ik eruit. Ja. Toen was je rol uitgespeeld eigenlijk bij Improve Digital. Ja. Val je dan in een zwart gat? Nee, nou ja, ik dus niet. Nee, ik vond, ik heb sowieso heel veel on-the-site dingen. Dus ik zit in een aantal besturen en adviescommissies. Ik heb zelf een non-profit samen met Joël. En dus al die dingen, die had ik gewoon nog steeds. Alleen wat heel lekker was, dat je gewoon een tijdje niet die operationele verantwoordelijkheid hebt over al die mensen. En de stress en de drukte. Ja. En hoe heb je die rust vormgegeven? Nou ja, ik heb het dus, vond ik, heel rustig aangedaan. Andere mensen hadden echt zoiets van, maar je ging toch een tijdje niks doen? Ik zei, nou, dat heb ik dus nooit gezegd. Maar wat voor mij al heel veel scheelde, ik ging van echt de kindjes afgooien op school met gierende banden naar Amsterdam. Afgooien ook! Ja. Altijd maar door. En ging ik gewoon, dan bracht ik ze naar school en ging ik gewoon koffie drinken op een terrasje. Nou, dat had ik echt al zo lang niet meer gedaan. En als ik dan 2 afspraken op een dag had, dan was het gewoon best veel al. En ik vond het heel leuk, maar alleen omdat ik ook wist dat het tijdelijk was. Ja, ja. En ik had geen tijdslimiet eraan gehangen, omdat ik... Met wie ging je kopje koffie drinken dan? Met mezelf. Gewoon zeg maar in je eentje, kinderen naar school en dan op het terrasje van... Ja, ik ga nu een gewoon krantje lezen. Is het dat? Ja, en soms met een vriendinnetje, of, maar heel vaak ook gewoon alleen. Want ja, iedereen werkt natuurlijk. Maar ben je ook andere dingen gaan doen? Omdat je die rust en die ruimte in één keer voelde? Nieuwe hobby's of zo? Nee. Of reizen? Of, Nee. Nee, ik heb wel 1 trip naar New York gemaakt. Met een vriendinnetje ook. En toen had ik echt een schandalig cool appartement gehuurd. Met een rooftop. En dat was echt wel heel erg voor mezelf. Ik had toen ook niet echt afspraken of zo. Gewoon enjoy. On-Nederlands met geld lopen smijten eigenlijk. Nou, nee, niet smijten. Ik ben niet gaan shoppen. Nee. Nee, maar zo'n rooftop. Maar ik ben heel vaak naar New York geweest. En dan had ik altijd alleen maar meetings. Nee. En nu ging ik gewoon allemaal leuke dingen doen. Bij leuke restaurantjes. En gewoon rondlopen. En gewoon in New York zijn zonder allemaal meetings. Dus ik heb daar niet eens heel veel geld uitgegeven. Meer naar dat appartement wel. Maar dat was ook heel leuk. En ik had ook niet helemaal door dat ik zo'n cool appartement had geboekt. Dus toen we daar kwamen, toen hadden we zoiets van, nou, deze rooftop is zo cool. Die verdient een feestje. En toen belde ik 2 vriendinnetjes. Ik zei, nou, jullie moeten echt komen. En er zijn natuurlijk heel weinig mensen die zo gek zijn dat ze dat echt doen. Maar zij zijn gewoon op het vliegtuig gestapt en hebben ze het ticket zelf betaald? Ja. Ja? Ja, die hadden echt zoiets van, wow, te gek, ja, tuurlijk. We komen eraan. Ja, baas gebeld. Ja, ik heb echt iets heel belangrijks. Ik moet naar New York voor een trip. En hebben jullie op het dak lopen feesten? Ja, en gewoon in de stad zelf. Gewoon echt lol gehad. Wat zeg je dan tegen je vriendin als je op zo'n dak staat? Dan is er een moment met zo'n glas wijn in de hand dat je hierover praat. Wat zeg je dan? Nee, ja, nou, ja, meer dan heb je echt zoiets van, wauw, hoe gaaf. En dat is ook, denk ik, dat is iets wat je gewoon onthoudt. Dat je daar met een paar vriendinnen staat en die over die stad kijkt. En ja, fysieke spullen. Ja, ja. Ja. Dat boeit jou niet zo. Nee. Maar zo'n ervaring. Ja. Hm. Daar geef ik liever mijn geld aan uit. En ik heb een leuk huis met mooie spullen. Maar ja, daar hecht ik minder waarde aan dan aan zo'n... Hoe ben je verder je vermogen? Want het is ook een beetje dit gesprek, hè? Van oké, je bent vermogend, je hebt veel geld. Dan ga je nadenken, wat doe ik ermee? Ik heb 2 vragen. 1, dat wil ik zo meteen van je weten. Wat heb je daar allemaal mee gedaan en wat doe je nu allemaal? Maar wat ik daarvoor wil vragen is, wat is dan de rol van een bank? En je hoeft voor mij geen reclamepraatje nu te houden. Maar is er een rol voor een bank? En hoe ga je daarmee om? Vraag je hun om advies of helemaal niet? Of hoe zit dat bij jou? Nou, dat verschilt. Ik doe verschillende dingen. Mm-hmm. Dus een deel zit in mijn huis. Een deel investeer ik in andere ondernemingen. Mm-hmm. Een deel wil ik vooral dat het niet minder wordt. En wil ik ook gewoon geen zorgen over hebben. Dus stal het maar ergens. Ja. Maar geen verlies eruit. Ja. Is dan de bank voor jou een adviseur die jou daarin begeleidt? Of zoek je dat liever allemaal zelf uit? Of nee, dat wil ik juist niet. Nee? Nee? Nee, daar heb ik gewoon geen tijd voor.
Maar wat verwacht je dan van? Wat verwacht jij dan van een bank? Want ik ken jou een klein beetje, maar je hebt wel. Ik verwacht dat ze mij niet te vaak lastig vallen. Ja. Alleen als het echt belangrijk is. Ja. Ik wil ook niet van die verplichte bezoekjes. Het moet echt wel een doel hebben. Ja. En ja, ik verwacht dat zij gewoon hun expertise daarop loslaten. En doen ze dat goed? Jouw bank? Ik weet niet bij wie. Jij zult wel meerdere banken hebben, toch? Of heb je er maar één? Twee. En wat kunnen ze nog leren? Waar kunnen ze nog meer op verbeteren? Nou, ja, eigenlijk doen ze het wel goed. Ik wil het gewoon horen als het of heel goed is of heel slecht. Ja, ja. En geen obligate bezoekjes als er niks te melden is? Nee. Wat zijn, als jij naar ondernemers in je omgeving kijkt, hè, die ook van plan zijn om, of die en route zijn om misschien te verkopen. En jij kijkt nu terug met al je ervaringen. Heb je dan nog eens een paar praktische tips voor ondernemers? Denk, let daarop of let daarop. Nou, wat denk ik heel goed is om één ding voor jezelf te bedenken. Inderdaad, wat je wil kopen. En daarna zou ik gewoon heel even niks doen. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Omdat je hebt echt geen idee. Hmm. En het maar is ook in het begin heel moeilijk om dat geld uit te geven. Het kost best wel tijd voordat je daar een beetje aan gewend bent, dat je dat kan uitgeven. En heb jij ook, maar heb je je oude bedrijf niet gemist? In de zin van, want je hoort dan heel veel van ondernemers, toch mijn kindje en blablabla. Ja. En dat je, als je dan op een gegeven moment eruit stapt en dat schip vaart gewoon door. Ja. En dan zit jij gewoon van, oké, daar was het dan. Is dat een soort rouwproces geweest? Of heb je zoiets van, daar zit ik gewoon zakelijk in? Nee, dat gaat niet zomaar van, doei. Nee, nee. Want je laat je team achter. En de mensen die je zelf erbij hebt gehaald en waar je heel intensief mee hebt gewerkt en waar je samen dat bedrijf mee groot hebt gemaakt. Dus die keuze maken, die is wel heel moeilijk. En als je net weg bent en mensen bellen nog heel vaak en dan is dat ook. En dat het wordt op een gegeven moment minder. En dan verandert het bedrijf ook wel. Mm-hmm. Want die omvang hebben founders gewoon best wel veel impact op hoe het bedrijf in elkaar steekt. Mm. En op een gegeven moment kijk je daarna en denk je, het is ook mijn bedrijf niet meer. Mm. En dan doet het minder pijn. Mm. Dan kan je nog wel van dingen balen en denken van, jeetje, daar hebben we zo hard aan gewerkt en nu is het helemaal anders. En dat is wel wat het is. Ja, dat hoort er dan bij. Ja. Hey, en nog tips als het gaat om het traject daarvoor. Je hoort veel van, als je wil groeien en verkopen, dan ga ik even vanuit dat je dat met een doelbewust plan, wat bij jullie dus absoluut niet het geval was. Maar zijn er, als je terugkijkt, stappen waarvan je zegt, dat is wel slim om van tevoren te doen. Heb jij, toen je in dat verkooptraject kwam en je kijkt daar nu op terug, had je, als we dit of dat beter hadden voorbereid of anders hadden gedaan? Nou, ik denk wat het vanaf het begin van je bedrijf gewoon heel belangrijk is hoe zet je het in de markt? En hoe promoot je jezelf en je bedrijf en zorg je dat hoe mensen naar je kijken. Mm. Je moet daar gewoon vooral niet al te bescheiden in zijn, want dan val je gewoon niet op. En zijn wij Nederlanders daar niet zo goed in? Nee, heel slecht. Maar als je vooral Amerikaanse concurrenten hebt, dan leer je dat vanzelf. Want je moet wel, want die doen dat 10 keer beter en 10 keer slimmer. Dus daar hebben wij heel erg naar gekeken. Mm. En ik zeg altijd, perceptie is reality. En dat klinkt een beetje als een boring, maar het is wel zo. Hoe anderen jou zien, dat is hoe jij bent. En niet hoe je dat zelf vindt. En je kan dat dus heel erg managen. Hoe jij vindt dat anderen naar jou kijken. En in je communicatie zit dat. En wij zijn heel goed gaan bestuderen. Hoe doen die Amerikanen dat nou? En want je kan heel erg gefrustreerd zijn over, ze zijn net zo goed als wij, maar ze worden als veel groter gezien. Of je kan denken, wat moeten wij dan doen om dat aan te passen? En dat hebben wij gedaan. Aha. Zelf gedaan? Of heb je daar hulp in gehad? Of, Nee, we hebben dat wel heel veel zelf ook gedaan. Hmm. Want het is ook gewoon een kwestie van kijken hoe ze het doen. En dus dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Wij hadden een hele goede onderhandelaar. In het proces van verkoop. Ja. En dat is wel dat moet je niet zelf doen. Nee. Tenminste, ik denk van niet, want je bent er toch ook heel, zit je er persoonlijk in. En zo'n transactie is natuurlijk gewoon 100% zakelijk. Ja. Dus je kan daar beter denk ik van met meer afstand gewoon snoeihard ingaan. Wel constructief, maar We zijn er ook momenten geweest dat niet door dreigde te gaan en zo. En dat ja. Mm-hmm.
Spannend, toch? Ja, maar ja, op het moment zelf, dan gebeurt het gewoon. Ja. Het is meer achteraf dat je denkt, oeh, was close. Ja. Hey, en vandaag de dag, want je noemde even snel al een aantal dingen, maar maak eens concreet, wat ben je nu vandaag de dag allemaal aan het doen? Je bent niet achter de geraniums gaan. Je hebt je even uitgedanst op het dakterras in New York. Ja. Maar toen weer full speed ahead, toch? Ja, nou, ik heb wel heel bewust de tijd genomen om... Want ik wist wel van, ik wil weer een nieuw bedrijf starten. Dat was heel zeker, maar ik had echt totaal geen clue wat. En ik had ook zoiets van, nou, ik moet eerst het ene echt gewoon afronden en dan weer ruimte krijgen voor nieuwe ideeën. Hm. En ik vond het wel heel tof dat je gewoon weer een hele witte pagina hebt die je voor de komende 10 jaar opnieuw kunt invullen. Hm. En... 1% van de tijd denk je dan van, oh, dadelijk heb ik nooit meer een goed idee. En de rest van de tijd had ik wel heel veel vertrouwen van, nou, dat komt wel weer goed. En ik ben nu weer een nieuw bedrijf aan het bouwen. Hoe, even voordat je dat vertelt, hoe kom je dan op dat idee? Zit je dan letterlijk aan een tafel met een wit vel? Of, nee. Maar hoe creëer jij ideeën? Is dat met mensen praten? Ja, gewoon praten en gewoon het nieuws lezen, gewoon... naar events gaan. Ja. Totdat je dingen tegenkomt en denk, hé, daar kan ik wat mee. Ja. En wat is dat dan? Ja, dat is nog wel een beetje under the radar. Niemand die kijkt. Ja, dat maakt niet uit. Nee, dus we hebben het nog niet officieel Een klein tipje van de sluier. Nee, het is wel weer technologie. Ja. En voor VC's. En we zijn ook bezig met een eigen fonds. Oké, dus dat ben je nu aan het opbouwen? Ja, samen met Eva de Mol. Ja. Met wie? Eva de Mol. Eva de Mol, moet ik die kennen? Ja. Want? Een topper is. Ja? Nee, zij is onderzoeker aan de VU. Ja. En heeft ook in de investeerderswereld gewerkt. En ja, nu zijn wij samen begonnen. Dus, Vind je het fijn om met, want jouw vorige partner in Improved Digital was ook een vrouw. Vind je het prettig om te ondernemen met een vrouw? Of maakt dat niks uit voor jou? Nee, maakt mij niks uit. Het is gewoon expertise. Toeval, ja. Oké. En hoe ben je dat nu aan het opbouwen? Ben je er al geld in aan het stoppen? Code aan? Er wordt al geprogrammeerd alles. En bent echt al aan de bak. Ja. Kantoor? Ja. Hoeveel mensen zitten er al op? Hoeveel mensen zijn er nu mee aan het werk? Nou, 5, 6. Maar en heb je al gewoon, het is ook al een bedrijf met salaris en alles? Nee, we werken nu nog met niet vaste mensen. Nee, oké. Het is echt een We zijn echt aan het beginnen. Ja. Maar het wordt wel gewoon echt een onderneming. Ja, en de grap is ook, want ik dacht dat ik vorig jaar... dat ik echt wel best wel gewoon happy was met gewoon een beetje dingen doen. Ja. En dan ben je nu weer het nieuws aan het bouwen en dan denk je echt... oh nee, helemaal niet. Nu ben ik happy. Ja, dus het vlammetje is weer aan. Ja. Dus dit gaat gewoon helemaal uit de hand lopen. Ik hoop het. Geweldig. En wat is het doel van die onderneming? Veranderen hoe investeerders investeren. En meer data gedreven, ja. Ja, dat snap ik dat het data gedreven is. Ja. En wat is jouw... Wat wil jij... Want laten we de Nou, de grap is ook, want ik was zeg maar... voorheen was ik altijd zeg maar degene met de meest inhoudelijke rol. Ja. En nu werk ik met 2 PhD's. Dus ben ik echt een beetje de oppervlakkige loser van het spel. Maar en nu? Wat is je rol dan nu? Waar ben jij dan de... Wat is jouw... Nou ja, ik heb natuurlijk de ondernemerservaring. Ik heb een techbedrijf al een keer opgeschaald. Dus die ervaring die heb ik heel erg in het netwerk. En, dus het is weer heel anders. Dat is wel leuk. Hey, en waar ga je de komende 10 jaar het meest op verheugen, zeg maar? Als je hier zo nu aan denkt en je hebt al die ideeën wat allemaal naartoe gaat. En waar verheug je het meest op? Lastig. Toch wel, ja, gewoon weer iets nieuws bouwen. Gewoon weer een nieuw team en iets bouwen wat gewoon echt mensen heel graag willen gaan gebruiken. En ik denk, nu gaan we ook... ik heb tot nu toe altijd wel internationale bedrijven gehad, maar nooit met Amerika erbij. En dat gaat nu wel gebeuren. Ik kan bijna raden wat het is. Maar je wil er niks over zeggen, hè? Nee, dan nodig ik je graag een volgende keer uit in deze spannende serie. Janneke Niesen, dank je wel voor dit gesprek. En dank je wel voor het kijken naar dit gesprek. En mocht je zitten te luisteren naar de podcast, bedankt voor het luisteren. Dag. Dit was een interview met Janneke Niesen uit de serie Leven na de zaak. Aangeboden door de experts ondernemersvermogen van ABN AMRO Mees Pierson.
Wilt u weten wat de experts ondernemersvermogen voor u kunnen betekenen? Ga dan naar abnamromeespierson.nl en maak een afspraak.